ik ben Erik Druiven. Ik ben een van de organisatoren van de Minibike Club Steen. En kunt u in het kort vertellen wat de Minibike Club Steen doet? Wij tot voor kort organiseerden wij één keer op de twee weken een rijdag voor mensen met pocketbikes. Die konden dan op een afgesloten terrein konden die dan fijn en veilig rijden. En rijdt u zelf ook met wedstrijden mee? Wij rijden alleen voor de fun, alleen voor de gezelligheid, voor de leuk. Wij rijden geen wedstrijden. Vandaag staan jullie bij de motorzegening. Mag iedereen komen oefenen op de motor of is dat alleen voor kinderen? Nee, het is voor volwassenen en voor kinderen. Maar wij, omdat we toch een beetje een bepaald aantal regels hebben, hebben we toch iets van vreemde. Houden we liever even af, want je moet, als je op zo'n dag alles moet gaan vertellen, alle regels, alles, dat is het een beetje veel. Wij zijn heel erg op zoek naar een nieuw terrein, misschien dat iemand iets heeft. Je kunt altijd contacteren op minibikeclubsteen.nl. Via de organisatie hebben wij gehoord dat er een hele bijzondere motor op de markt staat en een hele mooie Enfield. De eigenaar van deze motor is hier nu aanwezig. Kunt u zich heel even voorstellen? Ja, mijn naam is John Motor. Kunt u iets over deze hele mooie motor vertellen? Ja, het is een Royal Enfield 500 cc en hij komt uit India. Hij is ook gemaakt in India en geïmporteerd door iemand een aantal jaren geleden. En het is gewoon een super motor om te rijden. Het is echt geweldig. Als je erop zit, gewoon heel relaxed. Relaxed door de bocht gaan. Dat is heel anders dan de moderne sportmotoren. Ik ben Jos Stijvens, mede-organisator van de motorzegening hier in Pleintje Heuvel. En ik woon op Pleintje Heuvel. En de hoeveelste zegening is het deze keer? Nou, er zijn er twee. Die hebben een prijsvraag gewonnen voor het interview bij Start deze week. En is het 13e keer. Hoe is de motorzegening ontstaan? Nou, 13 jaar geleden zaten we in een café. Ja, trouwens, kent ze helaas het zijn. En meneer Pastoor woont toen ook daar. En dan maken we een grapje. Meneer Pastoor, motorzegening, waar dat gaat. En ik keek meneer Pastoor mee aan en zei van, ja, dat heeft wel oren nou, om dat te organiseren. Dat vond je wel leuk. En op dat moment is het eigenlijk ontstangen. We zijn begonnen met 60 motors en kijk ook terug, loopt lekker vol. En hoeveel motoren zijn er inmiddels aanwezig? Nou, slechts hadden ik denk op dit moment een 174. Maar dat is nog een auto aan de zegening. Dus ik denk dat we gewoon wie ieder jaar weer een 250, 300 motoren hier hebben. Ja. Ja. Jullie waren afgelopen dinsdag bij Streekomroep Start het radioprogramma Bluestime. En daar hoorde ik een verhaal over een worst en meneer Pastoor. Zou je me dat eens nog eens even kunnen uitleggen? Oké, voor degene wat ons niet begrepen hebben, is van Vreugdenroet werd gezegd, als de Pastoor een woordje brengt, dan krijgt ze groot weer. En goed, er had er nog een in die vries liggen, maar ik heb hem toch nog een extra gebracht. Vanmorgen, het wordt aan het regen, ik denk, oh jezus, het gaat gebeuren. Maar ja, het is goed gekomen, gelukkig. Hoe wordt de toerrit opgezet? Nou, toerrit is heel goed werk. Dan moet ze echt toch wel goed kunnen uitzetten. Gewoon in de gaten houden of nergens kermissen zijn of braderieën. Het moet op de computer werken gemaakt, het moet allemaal in de mapsource werken neergezet. Maar we hebben Ronnie jongeroos aan de SRK en hij kent dat wel. Mag iedereen meerijden met de toerrit, ervaren of onervaren motorrijder? Tuurlijk, iedereen kan met. Het is geen racerie wat we hier gaan houden. Het is gezellig samen zijn, we hebben zegening. En we hebben daar een leuke toerrit door het heuvelland van Duitsland. Want we konden niet naar Limburg in, want er zijn een fietser en een koers is daar bezig nu. Hè. En ik heb er met die mannen gebeld om de fietser toe om te leggen, maar dat doen die niet. Hè. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. We zullen gaan beginnen met de zegening. Alles staat veilig ter vuur. We zullen een moment even de stilte even in acht nemen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Allemaal van harte welkom hier bij de motorzegening. Ik weet ondertussen niet precies de hoeveelste dat is, maar dat moet meer dan 15 keer al zijn. Jaarlijks treffen we zo rond Pasen, begin van het motorseizoen, dat we vragen om de zegen voor onze motor en voor onszelf, boven alles eigenlijk, voor de veiligheid. Heer Jezus, Gij hebt ons als kinderen aan uw moeder toevertrouwd.
Geef ons op haar voorspraak een veilige reis, zodat wij u eens zullen aanschouwen en ons samen met u voor altijd zullen verheugen. Heer, ontferm u over ons. Toen vertelde Jezus het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Almachtige God, schepper van hemel en aarde, vanuit de rijkdom van uw wijsheid hebt gij de mens toevertrouwd om mooie en grote werken tot stand te brengen. Wij vragen u dat allen die gebruik maken van deze motoren hun reis veilig en zonder zorg volbrengen en door hun voorzichtigheid instaan voor de veiligheid van anderen en dat zij onderweg, beroepshalve of ter ontspanning, op voorspraak van de heilige Christoffel, altijd Christus bij zich weten als hun metgezel, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dat de weg je tegemoet komt, dat de wind steeds in je rug zal zijn, dat de zonneschijn je gezicht verwarmt, dat de regenbuien zacht neerkomen op de velden, dat de zon je dagen licht maakt, dat de sterren je nachten verlichten, dat bloemen bloeien langs je levensweg, dat je huis stevig staat in de storm. En tot wij elkaar weer ontmoeten, dat God je bewaren in de palm van zijn hand. Mogen de Heer uw reizen begeleiden, zodat u in vrede gaat en eens aankomt in het eeuwig leven. Amen. En zegen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Start de motoren. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in false prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling, way down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy and don't you ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Now you got motherfucker, when I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. They'll fancy dining cars, they'll probably drink it whiskey, they'll smoke cheap cigars. Well,